slaagt, dan zal later, in gelukkiger eeuwen, het Joodse werkdorp Nieuwe Sluis als een klein lichtpunt in donkere tijden worden herdacht. Dan zal misschien eens, te midden van bloeiende, lachende landouwen, hier een eenvoudige steen worden geplaatst met de woorden: hier stond het Joodse werkdorp Nieuwe Sluis. Mogen dan alle voorbijgangers uit alle volkeren en van alle godsdiensten en rassen met eerbied die steen aanschouwen. The Jewish young men and women are as capable as any other in becoming creative workers with their hands. Of all of the phases of the work on behalf of the refugees, none is more encouraging than this. These giving to the young people from Germany a chance to build anew their lives in new homelands.